Welkom iedereen bij een aflevering van Pokémon Kaizo Emerald. Vandaag standaard gewoon routes doen. Het hele maar goed. Echt. Dus een Steelix tegen goed. De Swampert. Vandaag hebben we een speciale naam is Nando met welke stem. Ah ja, ja. Ik heb een beetje een ruig feestje gehad gisteren. Dus Nando gaat iets heel veel zeggen vandaag. Ik probeer me een Doctors beetje orders. In te houden. Ja. Ik probeer me een beetje in te houden, maar ik kan wel een beetje praten. Dat is niet zo erg. Ik heb lekker geslapen, dus dat is wel heel fijn. Lekker bodempje gecreëerd, alleen was het een beetje te laat. Ik had hem eerder moeten creëren voordat ik ging drinken. Dat had misschien wel geholpen. Misschien. Misschien ook niet. Jezus, wat een Pokémon om te gebruiken. Charmeco kan heel goed zijn, blijkbaar. Ja, het is een Kaizo, dus je weet het nooit. En hypnose, en natuurlijk. Oh ja. De Charmeco op leftovers. Fuck my life. Ja, ik denk dat ze gewoon afgesteld op onder. En Recover, fuck off! Het begint al, ja. En Drype ook nog eens Dream Eater. Het gaat echt fantastisch. Het is wat? Ja, binnen 2 minuten. Nou, dat gaat en Nightmare! En fucking Nightmare! Oh. Ja. Oh. Oeh, de Altaria heeft een leftovers. Jezus Christus. Mijn Swampert is gewoon doodgegaan van de fucking Charmeco. Ja. Damn. Mijn Altaria gaat dood tegen iemand anders dan Altaria. Omdat die Altaria Ice Beam heeft. Hij is tegen Protectors bezig. Ah, lekker, lekker. Dus je kan een Rhyperio krijgen. Oh mijn god, godverdomme. Fell asleep! Kijk, Milan, niet iedereen kan een goede grap waarderen, hè? Dat zien we weer. Maar echt. Kijk gewoon op zijn kanaal. Fell asleep. Okay. Nightmare, ik ben dus, of course, I'm in a nightmare. Ik ben dus nu ergens achtergekomen. Weet jij nog mijn gruwelijke strat die ik de vorige keer had bedacht om die leftovers van Red te stelen? Ja. Ja, dat werkt niet. Nee, dat kan niet van trainers. Dat kan alleen maar van wilde Pokémon. Oh, man. Wacht. Nando, ben je nog steeds met de Red bezig? Nee. Oh. Ik kwam een Magma Grunt tegen die een Altaria had met leftovers. Dus ik dacht, dan kan ik nu wel die leftovers jatten. Maar dat werkt dus niet. Dus dan moet ik ergens een Snorlax of zo gaan vinden. Ah, nee, niet Wobbuffet. Nee. Vietnam flashbacks. Alles behalve Wobbuffet, alsjeblieft. Nee. IJspaard. Het is een Wobbuffet and you're going to like it. Nee, ik hou hier niet van. Ik hou niet van Wobbuffet. Are you fucking kidding me? Ja. Een Mistreavis that has Thunderbolt against the Gyarados. Fuck my life. Gewoon vanuit gaan, iedere Pokémon, iedere move. Echt, fuck dit. Echt waar, fuck dit. Ik weet niet. En voor alle lieve kijkers, Ham kwam met dit idee. Ja, dit moeten we. Ja, eigenlijk wel. Gewoon zo'n bannertje bovenin of onderin. Dat Discord bericht. dit was Harm's idee en dan het Discord berichtje erbij. Oh, geweldig. Nou ja, in de tussentijd hebben we weer andere ideeën bedacht. Voor later. Wat misschien net zo slecht is, maar oké. Ja. Are you worse? Nou ja, als het... Het is afhankelijk. Hoe erg vind je Donkey Kong? Nou, dat wordt een pittige. Daarom. Ja, ik heb nog nooit Donkey Kong gespeeld, dus het wordt echt wel hype. Ik hoop dat het niet zo'n... Waarom zijn denk ik altijd Ratchet & Clank als ik Crash Bandicoot bedoel? Ik weet niet of het een Crash Bandicoot game is, dus... Worse than that. Ah, shit. Wacht, nee. Heb jij ooit Crash Bandicoot gespeeld, Harm? Nee. Okay. Wel genoeg Donkey Kong. Ah, oké. Nou ja, dat is... Crash is moeilijker dan Donkey Kong. Oh mijn god, de laatste trainer voor de cave! Eindelijk! Maar het is nog steeds gewoon een moeilijke game, want ik heb de enige Donkey Kong die ik heb gespeeld is Tropical Freeze. Ja.
Maar ja, ik ben halverwege afgehaakt omdat ik het gewoon niet leuk vond. Oh, dat maakt niet uit hoor, want ik heb de eerste boss gedaan in die game op de Wii U. En toen ben ik nooit meer verder gegaan. Is ook weer zo'n voorbeeld. En ik heb de game uitgespeeld. Ja, verschil moet er zijn. Ja, nou ja. We kennen mijn strategie met games, hè. Het is kopen en dan kijken en dan niet spelen. Hallo, ik heb precies die strategie. Ja. Omgekeerde Nederlander. Niet kijken, kijken, niet kopen. Maar kopen, 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 niet kijken. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, de enige game die ik dit jaar op die manier gespeeld heb, dus dat ik hem gekocht heb en heel even heb gespeeld en daarna niet meer, is Skyward Sword. Dat is de enige. Oh ja, daar ben ik ook nog niet mee verder gegaan. Zeker. Nando. Maar maar die game is zo makkelijk. Ik ken die game toch al, dus dan is het toch niet erg. Ik heb die game al 2 of 3 keer uitgespeeld op de Wii. Nando. Ja. Ja, maar Milan die heeft hem nog nooit gespeeld en die laat hem liggen. Ja, maar Milan heeft nog niet een backlog van, ik wil bijna zeggen, 40 games ondertussen. Nou, dat Jordan, dan pik ik er meer hoor dan Nando. Als dat de backlog is van Nando, dan heb ik meer een backlog. Nou, het zal er niet 40 zijn, maar... Dat is misschien grappig om een keertje gewoon weer een hele lijst te maken van... games die ik nog niet heb uitgespeeld, maar wel ja. Aflevering idee. Vandaag gaan we weer door Nando's voorraad heen. Kijken wat we kunnen vinden. Volgens mij hebben we in een van die Let's Plays hebben we wel eens behandeld op de PlayStation kant. Dat was een Let's Play. Ja, en dat is alweer maanden geleden. En in de tussentijd heb ik weer enorm veel shit gekocht. Yep. Dus ik zal wel een lijstje maken. Nou, Mario Party is wel de moeite waard in ieder geval. Mhm. Maar ja, op zich, daar kan je nog het argument voor geven. Daarvoor hoef je hem niet te halen als je gewoon bij elkaar kan komen. Zolang één persoon maar de game heeft, is het goed. Maar het is wel leuk om een keertje mee te doen met een stream of zo. Aai. Dat klinkt goed. Ja, ik was er niet bij die stream. Ja, dan kan je de iconische Sander Salt horen. Oeh. Echt. Wordt Sander heel erg salty als hij verliest? No. Nou, het is zeg maar, dit keer was het niet vervelend salty. Hij kan ook vervelend salty worden, maar nu was hij gewoon, ja. Ook niet meteen ergens aan het einde, nee, letterlijk vanaf rond de 1 al. Maar salty als mijn saltiness of erger? Ik ben nogal, in Mario Party ben ik echt salty wat dat betreft hoor. Hoe heet het? Hij kan heel salty worden, maar dat is de afgelopen keer niet gebeurd. Laten we zeggen, als iemand bij mij sterren afpakt, dan is het echt... Dan is het echt einde. Dan is het einde verhaal. Dan wil je niet de aflevering zien waarin ik meedeed. Nou, daar is Jordi heel erg goed in. Ik heb mooi zitten trollen zoals gewoonlijk. Ja, hij kon gewoon de ster stelen en dat deed hij niet. Oh, wauw. Ja, maar weet je, als je iets wil van hem, dat hij iets op die manier doet, dan doet hij dat nooit. Nee, maar en hij is voor zichzelf. Ik had gewonnen. En als je het omgekeerde psychologie bij me gaat doen, dan ga ik het sowieso wel weer doen. Dus ja, het is gewoon fuck logica. Ja, omgekeerde psychologie werkt ook niet bij jou. Nee, precies. Nee. Want je ziet gewoon doorheen. Dat is het probleem. Ik vond nog steeds de mooiste die Mario Party we ooit met alleen hadden gedaan. Jordi loopt gewoon rondjes. 20 rondes lang. Oh ja, succes. Jezus. Nou, tijd om naar Mount Chimney te gaan dan maar. Ik vond het wel weer geinig. Dan win ik alle minigames en dan is het geen minigame star. Ja, dat blijft ook een... Oh, ineens zijn al die trainers weg. Heb je Pokepummel moeten doen of dit? Nee. Wel, Nee, geen Pokepummel. We hebben die draai gedaan waar je je handpalm aan kapot kan maken. Oh, die. Tug of War. Tug of War is dat. Staat letterlijk een waarschuwing dat je je controller kan breken. Precies. Oh, echt? Ja, en ook van doe dit niet op iets als een handpalm. Daar staat letterlijk een waarschuwing. Is een van de weinige minigames waar letterlijk een waarschuwing bij staat. Nou, dat is een minigame die ik juist met mijn handpalm zou doen. Ja, inderdaad. Ik doe het ook. Dus. Oh, ja. Daarom dat Jordi in zijn eentje ook na 2 seconden gewonnen had. Ja. Ah. Overdreven gewoon. Ja, maar je moet met hem al helemaal geen Pokepummel doen. Nou, maar ik denk dat ik best wel een goede concurrent ben.
Nou, ik dacht dat ik goed was in buttermashen, maar nee. Wat is je record, Jordi, wat is je record nu op de Switch-versie? 7 seconden. Ah, oh, ja, ik heb hem sneller gehaald in een van de afleveringen. Oké. Okay. Maar zijn alle minigames vanaf het begin al vrij, of niet? Ja. Dat is wel netjes. Niet dat gauw hoort dat je weer moet gaan zoeken, weet ik het wat. Helemaal. Kijk, aan de ene kant, een lock is leuk. Aan de andere kant, je hebt ze meteen tot je beschikking, dus... Ja, maar je zegt wel, een lock is leuk, maar niet als je nog één minigame moet. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat ik met unlock... Ik vind eigenlijk in heel veel games vind ik unlocken chill. Alleen in Mario Party vind ik het gewoon echt niet nodig. Nee, nee. Oh, ja, had je het ook meegekregen? Er is al gedatamined in de game. Ja, dat komt de DLC. Ja. See! Mm-hmm. Ik hoop Dry Bones, want dat is mijn favoriete karakter. Ja, ik hoop gewoon wat Gamecube boards. Ja, dat zeker, want dat zijn de beste. Als ze gewoon wat boards gewoon langzaam zeker importeren, dan is het prima. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze Gamecube boards gaan doen, maar ik hoop het hoezo, wel. Hoezo niet? Als ze games erin kunnen, dan kan dat toch ook? Ja, ik weet, het kan ook wel, maar ik verwacht niet dat ze het doen. Ik verwacht eerder dat ze gewoon weer bij Mario Party 1, 2 en 3 blijven. Ben ik bang. Ja. Ach. Ja, het leukste is als je 8 player krijgt zoals in Mario Party 7. Op zich, mij maakt niet zo heel veel uit wat ze doen, zolang ze maar gewoon een paar mooie boards erin stoppen en dat het gewoon een... Goede, uitgebreide game. Ik hoor iedereen dat de game er ook fucking mooi uitziet. Jawel. Goeie. Is ook wel een reden om hem dan te halen. Als hij goed uitziet. Het is de beste Mario Party tot nu toe, in mijn mening al in ieder geval. waarschijnlijk ook sowieso voor de Switch. Dat het best is. Maar het is niet zo moeilijk. Dat was Mario Party 1 in die wat je kan doen in de e-shop, zeg maar. Die ziet er ook. Die ziet er niet beter uit, maar die is wel beter. Ja. Kijk, als hij langzaam zeker het idee van Mario Party 2 weer terugpakt, dat je ook gewoon kostuums hebt. Nee, joh. Het is iets kleins, maar dat zou ik nog het mooiste vinden. Kostuumpies. Zo, ja. Fijn als ik hier niet naar een Pokémon Center als ik klaar ben met de battle, dat is ook voor het eerst. Goeie. Heb je Donkey Kong in een banaan kostuum? Nee. Ah, nou, als dat er is, dan is het een goudmijn. Dan vind ik dat wel nice. Ja, goudmijn voor memes. Ja. Nu nog een nieuwe Mario Kart en daar ben ik echt helemaal blij. Want... Ik neem even DX niet mee, want er kwamen geen nieuwe maps uit voor de Switch destijds, toch? Het was allemaal gewoon de DLC. Alles was voor de rest... wat op de Wii U was uitgekomen. Ja, dus... dan reken ik even dan de Mario Kart 8 even mee als het ding, maar... Wat is dan uiteindelijk? Wanneer kwam Mario Kart 8 uit? 2016? 15, 16, zoiets. Laten we dan zeggen 5 jaar. Nou, 5-6 jaar. Voor mij langer, voor mijn gevoel is langer. Voor mijn gevoel is het ook langer, ja. Zou ik eens even, wachten, ik ga het even opzoeken. Is het toch binnen de battle? Maar ook even de DLC meegerekend, dat het allemaal weer toegevoegd, dus... Mario Kart 8. Als het 6 jaar is, ja, dan is ondertussen wel een keer tijd voor 29 mei 2014. Oké, dan is het toch goed, dan is het goede 7-8 jaar. Ja, dan is het inderdaad wel tijd voor een nieuwe. Nou, dan is Mario Kart Wii Custom Tracks al eigenlijk al over het algemeen beter, dus. Ja, maar ja, dat is Custom Tracks, dat kan je al... Ja, dat is en blijft ook wel dik, hoor. Ja, nieuwe Mario Kart, maak je eigen tracks. Alleen dan niet zonder de peripherals. Nou, prima. Dit is niet Mario Kart Grand Tour. Maar ik ben heel bang dat ze dat gewoon helemaal gaan uit... melken. Die Grand Tour ding. Wat is Grand Tour ding? Wat mis ik? Ach, dat live ding waar je gewoon de gates neer kan zetten. Dat verkoopt voor geen meter. Het heeft voor geen meter verkocht ook, dus... Nee, dus... Ja, ik snap nog niet waarom ze dan zo full hem erin gingen, dus... Serieus, een Octillery met Fire Blast? Ja. Oké, maar dat is niet nieuw. Dat kan gewoon. Ja, inderdaad. But still. Je moet Octillery een keer spelen. En dan zie je ineens... Wow. Een genjaar. Want volgens mij kan hij ook Bullet Seed, toch?
Hij kan Bullet Seed, hij kan Aurora Beam, hij kan Ice Beam, Signal Beam. Als je niet oppast, ook Psychic. Hij kan van alles. Serieus, Gengar met Explosion. Ja, dat is ook... En I survive. Aardig common, ja. Die zat in een van die bingo CD's in XD Guild of Darkness. Mm-hmm. Moet je tegen een team wat allemaal Explosion heeft en dan moet je het overleven. Succes. Nou, er is een manier, maar ja, als je het niet weet, dan... Gebruik 6 Steelix. Nee, want je krijgt gewoon bepaalde mons, volgens mij. Oké, tijd voor Flannery. Ik weet alleen niet meer welke. Maar ja, dat maakt ook niet zoveel uit. En ik kom nog steeds niet naar het Pokémon Center. Bizar. Ik heb gewoon potions en revives. Dus. Die grunt zei dat nu toch best wel goed te doen. Famous last word, but I know, but... Dat is meestal zo, helaas. Even door mijn potions heen gaan. Oh ja, Harm, weet je wat ik laatst heb gelezen? What up? Dat een van die laatste Assassin's Creed games, Valhalla, dat het een van de best verkochte Assassin's Creed games is. Hoe kan een game dat helemaal is uitgemolken, wat eigenlijk na Assassin's Creed 3 had willen stoppen, nog steeds zo gaan? Dat snap ik echt niet. Kijk, Pokémon. Mensen willen gewoon heel graag die open world shit doen en ja, ze houden van Vikings. Maar Pokémon wordt nog steeds groter, zeg maar. Dat groeit nog steeds. Pokémon is dus volgens mij op dit moment het grootste wat er bestaat. Ja. Mm-hmm. En alsnog kunnen ze het geld er niet aan uitgeven. Nee, en nog steeds kunnen third party mooie games maken. Dat is nog sadder. Ja. Dat je eigen mensen het gewoon niet kunnen en je laat het dan bijna net over en het is gelijk gefixt. Sorry, Sean. Dan heb je toch zoiets van, dan laat je dat gewoon standaard doen door andere bedrijven. Ja, daarom vind ik BDSP er ook gewoon goed uitzien. Waar ik ook een van de weinigen op deze aardbodem die games er goed uitzien ziet, maar... Ja, ik was niet zo heel blij met die artstijl, maar dat was toen in die... dat gebruikten ze in die Zelda game toch ook. Alleen de Link's Awakening? Nou, ja. Maar toen moest ik er een beetje gewoon aan wennen, want nu vind ik er toch prima uitzien. Ik vind het fantastisch. Maar ja, het ding is ook, Game Freak kan ook niet andere games maken. Want als andere games maken, dan floppen ze. Ja, wat is er gebeurd met dat game die Town heette of zo? Ah, dat is niks geworden. Nooit meer van gehoord. Nou, laat ik het... Ik geef even wat context. Town is Dokapon Kingdom, maar daar werkt de hele gameplay voor geen meter. En is alles gebaseerd op wat je kan verzamelen. Alleen je kan bouw weinig verzamelen. Ja. Nee, dat was DLC. Daar moest je dan 5 euro voor dokken per item. Ah. Tuurlijk, hij heeft weer een hidden power waar ik slecht tegen ben. Krijgt de tering. Waarom gebruik ik geen Muddy Water? Vecht tegen een fucking Steelix. Wat doe ik? Earthquake. Echt, oké. Fero. Ik heb nog steeds niks stacks tegen Flying Types, meen je die? Ik wil zeggen join the club, maar ik heb wat tegen Flying Types. Alleen het probleem is, degene waar ik nu tegen vecht is Fireflying. Oei. My name is Giovanni Giorgio. Everybody calls me Giorgio. Het enige wat ik over kan vertellen van de Flannery Gym. Zon. Oh, ja. Fuck. Solar Beam? Er wordt geen Sunny Day getriggerd. De hele gym staat gewoon in de fik. Ah. Dus wanneer je begint met de fight, is dat Sunny Day. Fucking dat is echt kut, want dan kan je ook bijna geen water aanvallen doen. Water is geen optie. Grounded is, dan. Hey, dat is die Chameco waar Harm het over had. Ben je daar al? Ja. Ding. Ik heb echt ziek veel super potions en enkele revives. Je loopt maar 20 minuten achter. Nice. Nog niet eens. Kijk, Mistrievous. Ik vind het toch knap dat we altijd een hidden power hebben die super effectief tegen is. Ik vind dat zo knap. Nou ja, dat is op zich niet knap, want het hele idee is dat ze super power, de hidden power, op iets doen waar ze zwak sterk tegen zijn. Ja, sterk of zwak tegen zijn, ja. Dus Watergrass.
Nee. Oh. Want in de gym heb je bijvoorbeeld ook een Blossom. Die heeft Sleep Powder, Giga Drain. En die heeft ook Hidden Power, nog iets. Maar doet gewoon heel veel schade. Dat is gewoon niet leuk. Nee, denk ik ook niet. Geef me die leftovers. Charizard. Oké, nou dat was kan die. Kan ik een Extreme Speed take of niet? Nee. Tuurlijk. Wacht, Gunkshot bestond al aan deze gen? Ik nee, dacht dat echt Gen 5 was. Die is toegevoegd. Maar het zeggen, ik dacht echt dat het Gen 5 was. Het is en blijft een hack, hè? Ah ja, weet ik het. Ik denk misschien klopt het. Mm. Weet ik het. Nee. Dat was wel vet geweest. Dan was het ook wat leuker om Poison types te runnen in deze game. Kut, sorry. De beste Poison move in Gen 3 is toch Poison Tail? Ja. Ja. En dat zegt genoeg. Ja, als je Gunkshot al had, dan zou ik ook zoiets hebben van... Oh, dan ga ik gewoon Mono Poison doen in Emerald, Ruby of Sapphire. Jordi, heel eventjes voor een side note. Ik zag dat hij nog op dezelfde spoor stond als jullie geluid, dus dat heb ik nu even aangepast. Dus de eerste 20 minuten is mijn stem zeg op dezelfde spoor als jullie... Oké. Nou ja, dan weten jullie. Mag Flash Cannon bestond er ook op deze gen? Dat was gen 4. Nee, dat was pas gen 4. Wordt een kutklus om goed te krijgen, maar kom maar goed. He can fix this. Ja, het idee is dat ik gewoon ervoor moet zorgen dat telkens wanneer hij praat, ik die stukjes eruit snij. Ja, en het is... Wordt niet leuk. Nee, gelukkig kwam ik er nu al achter en Jordi, nu pas. Ja. Als we dit klaar is zijn. Niks vergeleken met de montage waar ik mee bezig ben. Dit is niks. Ja, maar hier is het punt, Harm. Daar ben ik ook geen editor. Nee. Wees blij dat je op dat punt geen editor bent. Dat is echt of als je materiaal graag geleverd waar je op kan janken. Zo slecht. En dan kan je niet vragen om, hey, kan je het opnieuw opsturen? Want dat mag niet. Nou ja, het kan niet. Dat heeft voor nut als het geluid oversturen, weet ik het wat het is. Oké. Okay. Nou, eerste Flannery-poging is mislukt. Sage. Laat maar raden, Torkoal overhit? Oh wacht, ze heeft meer Pokémon. Ze heeft een Charizard, ze heeft een Blaziken, ze heeft een Typhlosion. Fucking hell. En het is Sunny Day, dus ze kunnen Solar Beam spammen. Welk dus. Level is mevrouw? Begin 40. Dan moet je nagaan. Weet iemand op welk level Sand / Earthquake leert? Als je nou niet heeft geleerd, leert je het waarschijnlijk niet meer. Dat is weer dat je het leert op een bepaald level. Anders moet je die move relearners zoeken. Ja, waar zit die? Goeie vraag. Oh, ik weet het al. Hij zit natuurlijk in de hardskill in die stad waar we net hebben bijvoorbeeld de Ash, naast de Ash, heet het Fellabor? Heet het Fellabor? Ja, Fellabor, ja. Yes. Nee, één voordeel wel, we kennen nu de route, dus kan we zo weer naartoe. Oké. Fuck it, beginnen we nou met Ampharos. Oké, Mount Chimney, let's go. What the hell? Nando, what the fuck? Oh nee, fuck. Nee, sorry. Wacht, moet je battelen in... battelen... Met die... In... Fuck, hoe heet deze? Ben je al op Mount Chimney? Nee. Nee, ik moet... Denk al, hoe dan? Of moet je tegen Archie hier vechten? Oké, nee. Oké, nice. Het is gewoon net zoals in de main game. Jij bent klaar met Meteor Falls, zie je dat bedoeld, of niet? Ja, dat bedoelde ik, sorry. Oeh. Maar ik ga naar Mount Chimney. Ik ga nu met mijn grote vriend vechten. Eigendeel, holy shit. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik ben benieuwd of ik deze battle wel ga halen. Max. Goeie vraag. Registeel! Ja. Leuk, hè? Mate. En hij Earthquake, of course, yes. Natuurlijk, het is Registeel. Laat me raden, hij heeft ook Amnesia en Toxic. Hij heeft Explosion. Oh, oké, nou ja. Dan ben je wel gelijk er vanaf. Ja, ik heb zelf alleen nog maar 11 HP. Oh, nu 14, omdat ik er wel net level up ga. Once Learn Ice Punch, kijk. Kijk, dat is een goede move.
Dag, Bubble Beam. Kut. Oeh. Ja, zometeen heb je toch Surf, dus Houndoom. Kijk. Ja, doe deze, maar ik heb geen idee hoe ik Flannery moet doen. Muddy Water. Ah, fuck, hij is sneller. Nee, kijk, dat kan wel, maar er wordt gehalveerd in de sun, dus... Kun je die sun niet cancelen met iets? Ja, met iets als Rain Dance of wat dan ook, maar dat heb ik niet. Oké. Nee, maar dat en waar kan je die Tims krijgen? Oh, Lilikov. Kut. Fuck off! Ja, is niet goed. En dan was het ook allemaal solo. Ja, eindelijk een keer een critical. Volgens mij is het mijn eerste critical useful critical hit. En omdat ze ook allemaal solar beam hebben, kan ik geen Donphan gebruiken, kan ik geen Swampert gebruiken. Mm-hmm. Abakazam, dus... are you fucking for real? Er blijft niet zo heel veel over wat ik kan doen. Krijgt de tyfus. Die Earthquake volgt Jezus die Earthquake Christus. Gaan. Ja, maar de enige mon die die Earthquake heeft is Donphan. Maar die kan geen solar beam teken. Nee, dat... Dat is het hele probleem ook. Oh ja, Swampert leert dat pas op level 50 of zo. Earthquake. Nee! Ik wilde de berries. Echt, fuck Maxi. Leuke fight, hè? Echt, fuck him. Ik ga wel die dubbelbotten nog even doen. Flannery is erger. Echt, serieus? Hij heeft alles wat hij kan pakken. Alles! Fuck off. Ja. Thunder Punch, Fire Punch, Psychic. Je kan het zo gek niet bedenken, deze graflaaier rapper. Kledel. Graflaaier. Kijk, Milan is ook een les in taaluitbreiding, als je er nog niet dooruit zat. Nee. Ik vind graflaaier wel een heel mooi woord. Ja, ik zing het zonde eigenlijk nu net. Nee, maar kutzo! Daarom. Daarom noem ik ook een les in. Vinketering. Taaluitbreiding, niet in taalcorrectie. Taz. Taz. Oh ja, vandaag was de GDQ announcement toch? Van wat er allemaal in kwam. Mocht ik het even opnoemen weer? Wacht, doe ik volgende aflevering. Ik ben wel benieuwd. Het enige wat ik weet is dat Dark Souls erin zit. Er zitten best wel een paar nice games tussen hoor, vind ik echt. Ook op correcte tijdstip of weer? Ja, nee, het is alleen de submission. Submission is het nu alleen. Ah, oké. Okay. Dus geen schedule. Okay. Nee, schedule dat... komt later pas. Ah, prima. Ik open hem voor de volgende aflevering, want ik ga op dood. Joep. Nou, Milan, hoe gaat het bij jou nu? Ik ben rustig aan wat reddertjes aan het doen, dus... Ja, de laatste keer wat ik hoorde van jou was, ik ben bezig met Protectors. En sindsdien heb ik niks meer gehoord. Oh ja, nee ja, dat klopt. Nee, maar ik ben daar nu wel voorbij. Ik ben nu tegen allemaal mensjes aan het vechten. Dus. Ik kwam net tegen die slaking die elke keer sunlight aan het opvangen is. En dan de volgende bird truant heeft. Ah, hij weet wel. Hij kent het nu ook. Ja. Het is 1 tegen 1. Het is Crobat met nog rood HP tegen een Sand Slash. Strength. I'm kicking train, kut! Ja, normaal zou je zeggen van dat wint Sand Slash. Maar ja, ze kunnen kicking train hebben, dus... Oeps. Ja, dan... Fuckhead! Ah, kut! Ah, fuck! Net niet gehaald toch gewoon. Tans! Ja, maar... Waar is iedereen? Bezig met Flannery. Ja, ik ging niet dubbel battle doen na Mount Hupplepup. Oh, Mount Hupplepup, nice. Ja, ken je die? Die is echt heel erg bekend. Die staat bekend om de Hupplepups. Oh, hoezo heeft hij nou één... Oh, hij heeft een focusband. Ik wou rechts van dat bladibla. Oh, ik weet precies bij welke trainer je bent. Met focusband, ja. Yep. That's pretty fucked. Dat is het zeker, ja. Oké. Oh, strength heb ik nog niet nodig, hè. Als ik terug wil... ik vergeet dat het afgesloten is. Oh. Op het moment niet, nee. Oh, nu moet ik de hele battle weer opnieuw doen. Battle. Nice. Kan ik Maxi weer doen of wil je afsluiten? Ik wil eigenlijk afsluiten binnen nu een minuut of zo. Je kan alvast die kant op lopen en dan... Ik wacht wel. Prima, no probleem. Nou, ik heb nu een beetje hetzelfde probleem als jou. Ik heb nu een
Donphan met 12 HP. Ja. En... Oké, maar dit is gewoon een belediging. De laatste Pokémon van Flannery is een Gastform. Oh, fuck off. Dat is een belediging. Goeie Fire-type. Met een Blizzard, Solar Beam, de hele... Maar hij is sneller, dus ik heb verloren. Rip. Oh, oké, okay. iedereen klaar? Ja. Ja hoor. Mensen, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Tot later. Doei.